En denkt u dat hem nog een mooie politieke carrière... Nee. 2021 was voor velen een rampzalig jaar. En straks gaan we het derde coronajaar in. De vraag is natuurlijk, wat staat ons in 2022 te wachten? Daarvoor ga ik naar helderziende Liesbeth, bekend van onder andere op zoek naar het zesde zintuig. Het was me het jaartje wel. Voor velen geen leuk jaar. Wat staat ons in 2022 te wachten? Oh my gosh. Wat wil je? De goede versie, de vrolijke versie of de oprechte versie? De oprechte. Oké. Ik kondig dit al een tijdje aan. En ik ben helemaal geen guru of zo. Maar ik zat er al op te wachten. En dit gaat nog heel lang duren. We gaan weer terug naar de eenvoud. We gaan weer terug naar toen ik jong was. En misschien wel toen mijn ouders jong waren. Het wordt helemaal anders. Ik zie pas een verandering in 2030. 2030? Jeetje. Ik dacht zelf meer zo tot 2024 of zo, 25, maar... Want het heeft een enorme wereldwijde impact, dit. Dat krijg je niet meer goed, nee. En denkt u dat de huizenprijzen stabiel blijven? Ook een vraag die voor veel mensen belangrijk is. Ja. Nee, mensen gaan hun eigen huis opeten. Want straks is er ook niet zoveel werk meer. Maar televisie zal het altijd goed doen. Hoeveel vaccinaties denkt u dat we in 2022 nog krijgen? Voelt u daar iets over? Ja, ik heb sterk het gevoel dat we 2 keer per jaar gevaccineerd moeten worden. Ja. Dat voorlopig wel doorgaat. Ik heb een aantal foto's meegenomen van mensen die een veelbewogen jaar hebben gehad. Sylvana Simons, ja. Een dame met een pittige mening. Gaat zij een goed jaar hebben, denkt u? Dit is iemand, als ik die dan lees, kan ik daar totaal geen hoogte van krijgen. Want ze gaat op en neer, op en neer, op en neer. Maar zij zal nooit krijgen wat ze wil. Zij heeft niet zo'n grote gunfactor. Zij doet iets niet goed. Zij vindt zichzelf redelijk authentiek, dat is ze ook. Maar ze is niet echt heel erg intelligent af en toe. Dag Sylvana. Ja, Baudet. Ja. Hij is natuurlijk gewoon gevaccineerd, hij. Dat weet ik, dat hoor ik. En dat is gewoon zo. Maar ik vind het prima, alleen ik vind de wijze waarop hij met zijn kiezers omgaat, dat vind ik heel opportunistisch. En dat mag. Maar ik ben bang dat hij langzaam door de mand aan het vallen is voor hemzelf. En denkt u dat hem nog een mooie politieke carrière... Nee. Dag Thierry. Ja, een internationale ster eigenlijk. Hamilton. Ik had het toch met hem te doen. Hij was de gedoodverfde winnaar voor velen. En ik denk dat hij zich heel erg rot en depressief heeft gevoeld. En ik begrijp het. Het is all in the game, maar hij gaat wel terugkomen. Denkt u dat hij Max Verstappen weer eens gaat verslaan? Nou, weet je, dit was echt geluk. Geen techniek, geluk. Ja. Oké, soms moet je het van geluk hebben. Maar uiteindelijk is hij technisch beter. Gewoon punt. Ik krijg zelfs heel Nederland over me heen. Maar hij komt terug.